Welkom bij deze presentatie Open the Black Box. Nou, laat ik beginnen met mezelf voorstellen. Dat kun je doen door in Google Joke van Houten de Boer te zoeken. En dan gebruik je eigenlijk direct al een algoritme. En als ik zoek, dan zie je wat anders dan als jullie zoekt. Over het algemeen komt het wel overeen. Maar het zoekgedrag op Google wordt aangepast op je historisch zoekgedrag. Nou, zoals mijn naam eigenlijk al zegt, dubbele naam. Ik ben getrouwd. Ik woon samen met mijn man en twee kinderen in een smoekensmederij. En ik ben werkzaam bij het innovatielab van het CJEB. Dit is een datagedreven innovatielab waar wij ons focussen op de kerntaken van het CJEB. Wij bedenken innovaties voor die kerntaken. Een van die innovaties is bijvoorbeeld Debt Alert, het vroegtijdig signaleren van schulden bij burgers. Maar we passen bijvoorbeeld ook telefonisch innen toe. En dat kunnen we niet voor iedereen doen, maar met behulp van algoritme kunnen we daar de juiste doelgroep voor selecteren. Daarnaast ben ik momenteel gedetacheerd bij de politie. En nou ja, dat vertelt eigenlijk al een beetje wie ik ben. Heel veel mensen vinden algoritmes eng. Ze weten niet precies wat er gebeurt. Ze vragen zich af wat er nou met hun data gebeurt en wat voor invloed dat heeft op hun leven. Maar je zag zo net al, het zoekgedrag in Google, dat kan mogelijk invloed hebben op een sollicitatie die ik heb. Google bepaalt enigszins het beeld wat jullie van mij hebben. En wat daarbij ook niet helpt, is dat er heel veel negatieve berichten zijn in de krant, in het nieuws, op social media over algoritmes. We horen van alles waar het misging, wat er fout ging en positieve berichten horen we heel weinig. Nou, dat is over het algemeen wel kenmerkend bij het nieuws. Die focust zich voornamelijk op negatieve berichten. Nou, een voorbeeld waar het misging is bij Siri. Daar hebben jullie vast wel van gehoord. Maar dat is een systeem om fraude te detecteren bij burgers. En wat het probleem was, dat er een gebrekkige transparantie was. Nou, heel veel maken wel gebruik van streamingsdiensten, zoals bijvoorbeeld Netflix. Nou, die zendt ook heel veel documentaires uit en films op het gebied van algoritmes. Eén daarvan is The Social Dilemma. En daarin zijn ontwikkelaars aan het woord die gebouwd hebben aan de algoritmes van Google, van Facebook, van Twitter, noem maar op. En die vertellen in eerste instantie wat de intentie was van dat algoritme. Maar ook wat nu daarbij de nadelige gevolgen zijn. En dat is echt zeker wel een aanrader om te gaan kijken als je dat nog niet gedaan hebt. Voor ons is het heel erg belangrijk dat algoritmes geen geheimen hebben, dat ze volledig transparant zijn. Dat je dus weet wat er gebeurt. En daar gaat deze sessie over. Open the black box. We gaan het hebben over het transparant maken van algoritmes. Nou, daar staan wij niet alleen in. De Europese Commissie die heeft ethische richtlijnen opgesteld. En een van die richtlijnen is dat je transparant moet zijn in je algoritmes. Hoe ze werken, maar ook welke je gebruikt en wat er gebeurt. Dan kun je je afvragen, waarom zou ik dan nog algoritmes gebruiken? Als het allemaal zo eng is en zoveel problemen geeft, wat heeft dan het nut? Nou, algoritmes helpt ons bij het oplossen van problemen. En zoals jullie zien, ik ben een vrouw. En vrouwen hebben nou een keer heel veel problemen. En een van die problemen is bijvoorbeeld, wat voor schoenen trek ik vandaag weer aan? Nou, daar heb ik ook heel erg last van. En waar ik dan last van heb, is wat voor sportschoenen trek ik aan met het hardlopen. En ik heb daar zelf voor een beslisboom ontwikkeld. Gewoon op ervaring, op mijn gevoel. En die beslisboom die kan ik doorlopen en zo bepaal ik welke schoenen ik aan ga trekken. En de belangrijkste vraag die ik eerst stel is het binnen? Want als het binnen is, dan heb ik mijn zaalschoenen nodig en daar heb ik maar één paar van, dus dan wordt het makkelijk. Nou, de vervolgende vraag die ik stel als het niet binnen is, is het verhard? Is het verhard? Nou, dan is het belangrijk daarna, is het een wedstrijd? Want is het een wedstrijd, dan wil ik wel natuurlijk mijn nieuwste schoenen aan hebben. Maar is het niet verhard, is het op de trails? Dan is het belangrijk om te weten of het in de bergen is. Want als het in de bergen is,
Dan ga je op en neer. En dan is het belangrijk dat je wat meer ruimte in je schoenen hebt, omdat je wel eens wat schuift en je wilt liever geen blauwe tenen. Nou, daarna is het ook belangrijk om te weten, is het een wedstrijd ja of nee? Want dan wil je ook dan weer je nieuwste schoenen dragen. Nou, dan hebben heel veel mensen het altijd over dat data heel veel waarde heeft. Maar ik begrijp ook wel dat het best wel lastig is. Want wat voor waarde zit er nou in die data? En ik focus even op een heel klein stukje. Maar die data kun je gebruiken om modellen te genereren. En dat noemen we machine learning. Machine learning, dat zijn algoritmes die modellen genereren uit je data. En als je dit hebt gedaan en je hebt een model en je wilt dat gaan implementeren in je primaire systeem, dan komt daar nog wat meer bij kijken dan alleen dat stukje model en dat algoritme wat je gebruikt hebt om het model te genereren. Je hebt je data nodig, dus je hebt een datapipeline nodig. Je hebt software nodig waarin het model draait. Je hebt waarschijnlijk een dashboard nodig om te monitoren hoe het met je algoritme gaat en of hij niet anders gaat gedragen dan jij gewenst vindt. Dus dat komt er ook allemaal nog bij kijken. Wil jij een model implementeren in je primaire systemen? Nou, laten we dat eens even toe gaan passen op een openbare dataset. De Titanic dataset. Jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel de ramp de Titanic. Nou, daar gaat dit even over. En we hebben een eenvoudig machine learning algoritme gebruikt. Een beslisboom op die dataset en dan gaan we voorspellen. Kunnen wij nou voorspellen of iemand overlijdt of iemand overleeft? Nou, jullie zien hier de belangrijkste voorspeller, is het een man? Als dat het geval is en hij is ouder dan 9, dan overlijdt hij. En we weten allemaal wel, dat was daadwerkelijk het geval, want vrouwen en kinderen gingen voor in die reddingsbootjes. En dat zie je ook terug, hè? Is het geen man dan, en dus een vrouw, dan overleeft hij de ramp. Met behulp van dit voorspellend model. En daarnaast, nou, de leeftijd was relevant en of er familieleden aan boord zijn. Nou, dit is dus een volledig transparant, uitlegbaar model. Ik kan jullie allemaal uitleggen waarom we voorspellen of iemand overlijdt. En ik kan ook uitleggen waarom we voorspellen of iemand overleeft. Nou, dan kun je afvragen, waarom is dan transparantie en uitlegbaarheid nou zo belangrijk? Waarom kunnen we niet gewoon andere modellen, algoritmes gebruiken. Nou, het is belangrijk voor het opsporen van ongewenste discriminatie. Je zag zo net al bovenaan stond, is het een man, ja of nee? In dit geval, het is heel lang geleden, was het heel logisch. Hè? Mannen, of vrouwen en kinderen gingen voor in de bootjes. Maar als je dit toe gaat passen op bijvoorbeeld, we gaan mensen bellen, ja of nee, en de belangrijkste voorspeller, is het een man, ja of nee, dan kan er wel degelijk sprake zijn van discriminatie. Dus door het transparant maken van het algoritme help je discriminatie op te sporen. Het helpt ook bij het detecteren van fouten. Want het kan zijn dat jij bijvoorbeeld een verkeerde trainingsset hebt gebruikt of dat je eigenlijk resultaten die pas later naar voren komen hebt gebruikt bij het trainen van het model. Ook door het transparant te maken, maak je dat inzichtelijk. Nou, en voor de business is het heel belangrijk dat het model geaccepteerd wordt. Dit stelt zowel voor de business, maar ook voor de burgers. En waarom is dat nou belangrijk? Bij heel veel organisaties zie je dat er voor het eerst gebruik wordt gemaakt van een model. Dus machine learning is helemaal nieuw. En dan wil ze wel weten wat er nou gebeurt. En waarom het model nou zegt dat iemand wel gebeld moet worden bijvoorbeeld, of iemand niet gebeld moet worden. Nou, door het model uit te leggen en het transparant te maken, begrijpen mensen wat er gebeurt, wordt het als minder eng ervaren. En is het makkelijker om ermee aan de slag te gaan. Nou ja, daarnaast heeft de burger a right to explanation. Hij heeft het recht om te weten waarom er bepaalde uitkomsten uit het model kwamen. En daar geeft een transparant model ook invulling in. En daarnaast is het belangrijk dat een burger kan acteren op het model. Want je wilt het liefst dat burgers soms hun gedrag gaan aanpassen. Voor het CEB
hebben wij het liefst dat burgers zo snel mogelijk hun boetes gaan betalen. Dat bespaart heel veel kosten, maar voornamelijk voor de burgers, omdat die verhogingen dan niet op die boete komen. Nou, dan kun je je afvragen, waarom zouden we dan niet alleen transparante modellen gebruiken? Want dan kunnen we aan al die voorwaarden voldoen. Nou, waar wij dan tegenaan lopen, is dat dat ten koste gaat van de prestaties. Dus je ziet hier onderaan een regressieboom, decision tree, random forest en een neuraal netwerk. Maar hoe complexer het model is, over het algemeen, hoe beter de prestaties worden. Nou, dat zien wij dus ook. Hè. Je ziet aan de ene kant heb je dus complexiteit. Je wilt het liefst zo goed mogelijk presteren. En aan de andere kant wil je toch dat het transparant is. En dan sta je in een soort spagaat. Waar kies je nou voor het ene of voor het andere? Wij wouden eigenlijk die keus niet meer maken. En wij wouden wel gebruik maken van die complexere modellen. En er toch voor zorgen dat het uitlegbaar is. En een collega van mij had daar een heel mooi voorbeeld voor bedacht. Dus die gebruik ik ook. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel het spel Weekend Millionaires. En dan sta je helemaal aan het einde. En dan moet je nog één vraag beantwoorden om het miljoen te winnen. Je hebt nog twee hulplijnen. En welke kies je dan? Bel je een vriend of laat je het publiek stemmen? Als je je vriend belt, dan moet die persoon maar net weten over dit onderwerp, moet hij daar maar net het antwoord op weten. En als je het publiek laat stemmen, dan heb je heel veel mensen en dan is er gewoon een hele grote kans dat er altijd wel een paar mensen in de zaal zijn die het antwoord op deze vraag weten. En nu blijkt ook dat je het publiek laat stemmen, dat je dan veel betere resultaten hebt en veel vaker juist zit. Nou, zo zit het dus ook voor algoritmes. Je hebt een decision tree, dat komt overeen met bel een vriend. Ik bel één vriend, ik krijg één antwoord. Dus wil ik uitleggen waarom ik een bepaald antwoord heb gekregen, dan kan ik die vriend vragen en dan vertelt hij mij wat er gebeurd is. Maar als we het publiek laten stemmen, dan krijgen we heel veel antwoorden. En in dit geval kies ik degene waar het vaakst voor gekozen is. Maar wil ik weten waarom ze daarvoor gekozen hebben, dan moet ik al die mensen gaan vragen. En wordt het gewoon heel erg lastig om uit te leggen waarom het publiek deze keus heeft gemaakt. Nou, en dat heet een random forest. Nou, wat wij vervolgens hebben gedaan, is weer die Titanic dataset gebruikt. En weer gekeken, kunnen wij voorspellen wie de grootste kans had om de ramp te overleven? En kunnen we dat doen met behulp van een random forest, dus het publiek laten stemmen. Dus een veel minder transparant algoritme. En kunnen we er dan toch voor zorgen dat het uitlegbaar is? En wat doet het dan met de prestaties? Gaat de kwaliteit van het model dan ook daadwerkelijk omhoog? Nou, daar hebben we dus, wat zien wij dus als uitlegbaarheid? Voor ons gaat het dus om interpreteerbaarheid. Je hebt interpreteerbaarheid voor de burger, dat is op lokaal niveau, dus voor die ene individu. Daarvoor wil je weten hoe het model zich gedraagt. En je hebt interpreteerbaarheid voor de business en dat gaat over globaal niveau. Dus hoe gedraagt het model zich? Nou, als we in eerste instantie even inzoomen op de burger, dus hoe voorspelt het model op individueel niveau, dan zijn daar verschillende technieken voor. En wij zoomen even in op twee technieken, de Shapley-waarden en de what-if-analyse. En als we beginnen bij de Shapley-waarde, dus dan hebben we het even weer over één enkele burger. En in dit geval hebben we het over Johnny D. Dat is een jongetje van 8 jaar die in de eerste klasse reisde. En dan wil je weten, hoe gedraagt het model zich voor deze persoon? Nou, je ziet dat de leeftijd een hele positieve invloed had op de kans dat hij de ramp overleeft. En het geslacht dat hij een man was, een jongetje dus, dat had negatieve invloed. Maar ook weer dat hij in de eerste klasse reisde, had weer een positieve invloed op het model. En zo kun je dit voor alle burgers doen, voor iedereen laten zien welke variabelen daar invloed op hadden. Nou, komen we bij de what-if-analyse. Nou, dat zegt al, wat als. Nou, in dit geval hebben we even een voorbeeld genomen van een man rond de, of een man doet er eigenlijk niet toe, iemand van rond de 45 jaar.
En dan gaan we kijken, wat nou als deze persoon een andere leeftijd had? Alle andere variabelen blijven gelijk, maar als de leeftijd nou anders was geweest, wat was er dan gebeurd? En dan kun je die curve, die kun je dan volgen, die jullie hier achter mij zien. En zo zie je, als de leeftijd dus 20 jaar was, dan was de voorspelling gaat gigantisch omhoog. Dus de kans op overleven is groter dan als je ouder bent. Nou, dan komen we op de business. Hè? Hoe voorspelt het dus globaal over iedereen heen? Dat is belangrijk om nieuwe inzichten te verkrijgen. Maar ook weten wat zijn nou de beperkingen van je model. Nou, technieken waar dit mee kan, we stippen er ook hier weer twee aan, is wat zijn nou de belangrijkste variabelen en wat is je partial dependence profiel? Nou, als we dan beginnen met de belangrijkste variabelen, die zien jullie ook hier weer achter mij staan, dan zien jullie dat geslacht heel erg belangrijk is, dat klasse heel erg belangrijk is, leeftijd, tarief, etc. En zo kun je dus zien hoe het model zich gedraagt. We hebben hier dus een random forest gebruikt die van zichzelf niet uitlegbaar is, maar met deze techniek kunnen we toch uitleggen wat er in het model gebeurt. En het mooie aan deze technieken die we hier omschrijven, dat we dit voor random forest kunnen gebruiken, maar ook voor deep learning modellen. Nou, dan komen we nog bij de laatste. Dat is het partial dependence profiel. En dan zien jullie eigenlijk allemaal what-if-analyses. Dus jullie zien hier allemaal blauwe stipjes. En al die blauwe stipjes, dat zijn allemaal personen. En van al die personen zijn die wat-als-analyses weergegeven. En met dit profiel, dan ga je de gemiddelde. Dus je neemt het gemiddelde van al deze lijnen. En die zie je hier dan terugkomen in de blauwe. En dan zie je wat de leeftijd nou doet op de kans van overleven. Dus je ziet als iemand heel erg jong is, dan is de voorspelling, de kans heel erg hoog. En na het 20ste neemt dat behoorlijk af en daarna is het redelijk stabiel. Dus dit helpt de business inzichtelijk te maken wat de variabele leeftijd doet voor de uitkomsten van het model. Nou, binnen het CJB hebben wij twee experts op dit gebied, Willy Tadema en Gerben Kooistra. En vanaf januari 2021 geven zij workshops hierover. Dat gaat veel dieper op de materie dan waar we het nu even kort hebben aangestipt. En zij helpen jullie graag verder op weg. En daarmee wordt de explainable AI, we kunnen steeds beter uitleggen wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Als jullie tot die tijd niet kunnen wachten om er meer over te weten, dan zijn er ook, geven we hier nog even een paar interessante boeken aan die je zou kunnen lezen. En dan is het nog even belangrijk, waar staan wij als CJEB nou? Nou, tot nu toe hebben wij eigenlijk altijd gebruik gemaakt van volledig uitlegbare modellen. Dat vonden wij het allerbelangrijkste en dat sluit ook aan bij de richtlijnen van de Europese Commissie. Alleen, wij stonden echt in die spagaat. We hadden zoiets van, we zien dat die andere modellen veel beter presteren. En dat vonden wij zeer belangrijk om toch verder te onderzoeken. Dus wij hebben in eerste instantie met openbare data gekeken. Goh, hoe werken al die technieken en geeft dat ons vertrouwen? Nou, dat heeft ons heel veel vertrouwen gegeven. En wat wij nu zien, is dat wij met onze eigen modellen en onze eigen data gaan kijken. Als wij van een decision tree overgaan naar een random forest, hoeveel beter presteren die modellen dan? En hoe is het, hoe uitlegbaar zijn die modellen dan? En dat willen wij nog gaan toetsen, juridisch gaan toetsen, zodat het volledig waterdicht is. En als het juridisch getoetst is en we daar een vinkje op hebben, dan willen we het daadwerkelijk gaan proberen in een pilot. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en ik wens jullie nog een hele fijne dag.